De oostgrens van de Bommelerwaard wordt gevormd door het kanaaltje bij Sint Andries dat de Maas met de Waal verbindt. De Maas vormt de zuidgrens. De samenvloeiing van Maas en Waal bij Loevestein is de meest westelijke punt van de Bommelerwaard. De Waal tenslotte vormt de noordgrens. Enkele van de tuinbouwkernen, welke in en om de Bommelerwaard langs de rivierdijken zijn gelegen. Gameren, de Ketel, Poederooien, de Ing. De afzet van de in het gehele gebied geteelde tuinbouwproducten wordt verzorgd door de coöperatieve veiling Zaltbommel en omstreken. Een aanvoerdag tijdens het volle aardbeiseizoen. In de avonduren worden de dopaardbeien voor de fabrieken aangevoerd. MUZIEK
aanvoer van champignons vindt het gehele jaar plaats. Het bijzonder gevoelige product wordt direct na aanvoer in koelcellen opgeslagen. Tot besluit van de veilingopnamen de aanvoer van tomaten, waarvan de top ligt in de maanden september en oktober. Enkele tuinbouwgewassen welke naast de aardbei in de Bommelerwaard van belang zijn. De tomaat wordt als nateelt van het gewas aardbei verbouwd. De rivierkleigronden vragen een goede bewerking voordat de tomaten geplant worden. Een goed eindproduct vraagt een gedegen verzorging van het gewas tijdens de opgroei. Naast de tomaat bestaat op een aantal bedrijven belangstelling voor het gewas komkommers. Een aantal speciaal daarvoor ingerichte bedrijven in de Bommelerwaard legt zich toe op het kweken van champignons.
De laatste jaren bestaat er in de Bommelerwaard een stijgende belangstelling voor de teelt van bloemgewassen. Op het merendeel der bedrijven worden bloemen als nateelt van de aardbei gekweekt. Bij de grisant gaat een aantal bedrijven over op de jaarrondcultuur van dit gewas. Freesia's worden voor de rolkas geplant. Tegen de tijd dat de freesia's in knop komen, wordt de kas over het gewas gerold. Door de proeftuin Zaltbommel zijn van het gewas freesia's een aantal oriënterende proeven opgezet. Ten slotte is er ook voor de teelt van rozen in de Bommelerwaard belangstelling. Kunnen de hiervoor getoonde gewassen gerekend worden tot de nieuwere teelten, de oorsprong van het hoofdgewas de aardbei gaat terug tot omstreeks 1890, toen in de stadstuinen van Zaltbommel zowel volle grondteelt als bakteelt van aardbeien werd bedreven. Van deze stadstuinen zijn er momenteel nog enkele in bedrijf. Bij de verspreiding van de aardbeikultuur over de Bommelerwaard hebben beide teeltvormen zich gehandhaafd. Sedert 1953 heeft daarnaast het gebruik van rolkassen ingang gevonden, terwijl de grote kascomplexen omstreeks 1960 zijn verrezen. De teelt van volle grondsaardbeien geschiet op praktisch dezelfde wijze als vroeger in de stadstuinen. Bepaalde nieuwe ontwikkelingen worden toegepast, zoals het onderbrengen van stro. De vruchten komen nu niet meer met de grond in aanraking. De volle grondspluk voor de verse consumptie geschiet in doosjes. De dopaardbeien voor de fabrieken worden in kistjes geplukt. De laatste jaren hebben zich enkele nieuwe vormen van volle grondsteelt ontwikkeld.
allereerst het gebruik van gekoelde aardbeiplanten, welke in februari van het wachtbed worden opgenomen en tot eind mei, begin juni, in koelcellen worden opgeslagen. De oogst van deze aardbeien valt ongeveer half augustus. Met deze teeltmethode wordt dus een spreiding van de oogst bereikt. Daarnaast zijn enkele aardbeirassen beschikbaar gekomen, met als voornaamste de Revada, welke als zogenaamde doorbloeiers de mogelijkheid bieden tot in de herfst aardbeien van de volle grond te oogsten. De ontwikkeling van de prei en andijvie op de achtergrond duidt erop dat het seizoen inmiddels is gevorderd tot september. Zoals de beelden laten zien, is er op dit tijdstip van een doorbloeiras zeker een goede oogst te verkrijgen. Het planten van de bakaardbeien geschiet in de volle grond. De bakconstructie wordt later om het gewas gebouwd. De weersomstandigheden bepalen het tijdstip waarop het glas over de bakken wordt gelegd. Voordat de bakaardbeien in bloei komen, is het plastic uitgelegd met daaronder de gietdarmen. De oogst van de bakaardbeien geschiet in doosjes. Voordat in dit grote warenhuis aardbeien worden geplant, wordt compost gestrooid voor het verkrijgen van een goede structuur van de grond. Bij toepassing van het rolkastsysteem wordt het aardbeigewas in de volle grond geplant. Begin januari wordt de kas over de planten gerold. Door verschillende verwarmingssystemen kan de kweker de temperatuur beheersen en daardoor de gewasontwikkeling gunstig beïnvloeden. De petroleumvergasser geeft een matige temperatuursverhoging en brengt tevens koolzuurgas, CO2, in de kas. Met de warme luchtkachel wordt een sterkere beïnvloeding van de temperatuur bereikt. De meest doelmatige verwarming wordt verkregen door via buizen warm water in de kas te laten circuleren. De capaciteit van de installatie wordt bepaald door de te verwarmen ruimte.
Op een beperkt aantal bedrijven vindt men nog de kookskachel. Als gevolg van de hoge stookkosten en de arbeidsintensiviteit van dit verwarmingssysteem zal de kookskachel ongetwijfeld binnen afzienbare tijd van de tuinbouwbedrijven zijn verdwenen. Beïnvloeding van de ontwikkeling van het heel vroege kasgewas geschiet door belichting van de planten gedurende een aantal nachturen. Zodra het kasgewas aan de groei is gekomen, worden de gietdarmen uitgelegd en het plastic onder de planten gebracht. Een op tijd uitgevoerde bestrijding van ziekten en insectenaantastingen zal de ontwikkeling van het gewas zeker gunstig beïnvloeden. Spuiten tegen vruchtenrot. Zwavelen tegen meeldauw. In nauwe samenwerking met de betreffende fabrikanten, de plantenziektekundige dienst en andere hierbij betrokken instanties, wordt door de proeftuin Zaltbommel de bruikbaarheid van nieuwe bestrijdingsmiddelen voor de aardbeikcultuur proefsgewijze onderzocht. In de Bommelerwaard zijn een drietal aardbeirassen favoriet. De Vola. De Glaza voor de heel vroege teelt. Typisch kenmerk, de bloemen verschuilen zich onder het blad. De Gorella. Ter bevordering van een goede bestuiving is het van belang tegen het in bloei komen van de aardbeien een bijenvolk in de kas te brengen. De oogst van de kasaardbeien. Het verkrijgen van een prima eindproduct is voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte plantmateriaal. De VVTB stelt gezond plantmateriaal ter beschikking dat door de aardbeikweker op een eigen selectieveeltje eenmaal wordt vermeerderd. Op deze wijze krijgt de kweker tegen een betrekkelijk lage kostprijs de beschikking over planten van prima kwaliteit. Hij is wat betreft levertijd niet van derden afhankelijk,
maar heeft de planten tot zijn beschikking op het moment dat hij ze in verband met zijn arbeidsschema kan gebruiken. Uiteraard vraagt zo'n selectieveldje een goede verzorging. Compost tussen de rijen brengen is van belang om de grond waarop de uitloperplantjes zich zullen ontwikkelen in een zo goed mogelijke conditie te brengen. De ziektebestrijding op het selectieveldje verdient alle aandacht. Verwijdering van de bloemen, opdat de ontwikkeling van de plant zich geheel kan richten op de vorming van uitlopers. Ten slotte dient een zorgvuldige selectie te worden uitgevoerd, waarbij alle zieke en verdacht zieke planten van het veld worden verwijderd. De aanleg van een wachtbed met planten bestemd voor kasteelt. De adviserende taak van de voorlichtingsdienst richt zich in de Bommelerwaard sterk op het hoofdgewas, de aardbei. Ondanks alle inspanningen van de voorlichtende instanties treft men nog te vaak een sterk verziekt gewas aan. Deze proef met praktijkmateriaal toont links ziek, naast rechts gezond materiaal. Virusaantasting beïnvloedt het oogstresultaat zeer ongunstig. De keuze tussen viruszieke planten links en virusvrij materiaal rechts is daarom niet moeilijk. Een bestaand aardbeiras kan op eventuele virusaantasting worden onderzocht door enting van dit ras op de voor virus zeer gevoelige bosaardbei. Reageert de bosaardbei niet op de bladenting, dan is de in onderzoek zijnde plant vermoedelijk virusvrij. Door een aantal herhalingen kan op dit punt zekerheid worden verkregen. Vertoont de bosaardbei virusverschijnselen, dan is de in onderzoek zijnde plant door virus aangetast. Het kan voorkomen dat door toetsing van een bestaand aardbeiras geen virusvrije plant is te isoleren. Wil men zo'n ras virusvrij maken, dan kan dit door meristeemcultuur. Bij het maken van meristeemcultures werkt de proeftuin Zaltbommel samen met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in Wageningen. Onder de microscoop wordt een uiterst klein groeitopje van de plant afgenomen.
Dit groeitopje wordt in een glazen buisje op een kunstmatig voedingsbodem geplaatst en in een klimaatcel ondergebracht. Slaagt men erin op deze wijze een meristeemplantje aan de groei te krijgen, dan vindt de verdere opkweek in potten plaats. De op deze wijze gewonnen plant is als regel virusvrij. Het na een reeks toetsingen of via meristeemcultuur verkregen virusvrije materiaal wordt voor de eerste maal vermeerderd in een luisvrije kas. De eerste vermeerdering in de volle grond geschiet op een topveld dat om besmetting te voorkomen ver buiten de aardbeicentra is gelegen. Om de cyclus af te ronden, worden de planten, geoogst op het topveld, op vermeerderingsvelden elders vermenigvuldigd. Deze laatste vermeerdering is bestemd voor aflevering aan de aardbeikwekers. Zowel de teelt van het elitemateriaal als de vermeerderingsteelt is onderworpen aan de keuringen van de NAKB. Door het uitvoeren van kruisingen zoeken VVTB en Proeftuin naar nieuwe rassen, welke een aanvulling of vernieuwing van het bestaande aardbeissortiment kunnen betekenen. Castreren. Kunstmatig bestuiven. Het oogsten van de kruisingsvruchten. Het winnen van de zaden. Het uitzaaien op tabletten. De opgroei van de zaailingen. De oogst van de zaailingplanten.
alvorens de zaailing planten, op een wachtbed of op de definitieve plaats in de volle grond uit te planten, worden ze in een kweekkas eenmaal verspeend. Bij de eerste beoordeling van de zaailingplanten, die een jaar tevoren in de volle grond zijn geplant, worden alle planten die niet aan de strenge beoordelingseisen voldoen, weggeschoffeld. Na deze selectie blijft een beperkt aantal planten over, veelal niet meer dan 5-10%. Deze overgebleven planten worden elk onder een eigen nummer ongeslachtelijk vermeerderd. Blijft de nummer steeds aan de strenge beoordelingseisen voldoen, dan kan op den duur een nieuw ras ontstaan dat een naam krijgt en aan het bestaande sortiment wordt toegevoegd. Aanleg van een aantal beoordelingsveldjes waarop de door kruising gewonnen nummers worden uitgeplant. De planten op elk veldje worden beoordeeld op uiterlijke kwaliteiten, terwijl voorts de opbrengst en de kwaliteit van de vruchten nauwkeurig worden genoteerd. Voor kasrassen wordt in grote lijnen eenzelfde werkwijze gevolgd, zij het dat hier de reactie op bijverlichting met kunstlicht in de beoordeling wordt betrokken. Daarnaast krijgt de belangrijke factor vroegheid extra aandacht. Een verschil met de buitenrassen is dat de ongeslachtelijke vermeerdering van de overgebleven nummers op tabletten geschiet. De kasruimte kan dan weer voor andere proeven worden benut. Vanzelfsprekend worden ook hier alle waarnemingen nauwkeurig genoteerd. Het bestuur van de VVTB spreekt de hoop uit dat de getoonde beelden een indruk hebben gegeven van een aantal facetten van de tuinbouw in de Bommelerwaard, alsmede van de actieve rol van VVTB en Proeftuin bij het verder tot ontwikkeling brengen van deze bedrijfstak.